Chris Rijksen. Dankjewel. Leuk om zo aangekondigd te worden. Ik zit bijna in het jeugdjournaal. Oh, sorry. Met liefde. Ik ben dus... Even kijken. Ik ben dus Chris. Ik ben een van de drie transketeers. Even kijken hoor. Ja, die moet ik altijd meenemen, toch nog ergens. Ondanks dat zij allebei nu met een kind thuis zitten. Met hun eigen kind allebei. Jonah Lamers is producent. Bart Peters in het midden is regisseur. En ik ben cameraman. Maar ja, we zijn met z'n drieën. Dus als filmmaker moet je toch min of meer alles doen zelf. En ik ben dus eigenlijk ook wel op zoek naar dat vertellen van verhalen. Het zichtbaar maken van de diversiteit die er altijd al was. Maar gewoon heel lang niet zichtbaar is geweest of onzichtbaar is gemaakt. Dus ik had... Een gedachte van, waar waren al die queers? Hoe kan het dat de laatste 10 jaar pas al die transgenders opeens ergens vandaan... Weet je wel, hoe kan dat? Ik heb een rekensommetje gemaakt. En er is ongeveer 107 miljard mensen op de wereld geleefd, tot nu toe. En ik dacht van, als ze daar nou een beetje conservatieve schatting... 10% is LGBT. 10% is queer. Nou, dat zijn dus 10,7 miljard mensen die niet hetero, niet cis waren. Die gewoon volstrekt niet zichtbaar zijn geweest in die geschiedenis. En sommigen waren helden en sommigen waren gewoon gewone mensen. Maar gewoon überhaupt het vertellen van die verhalen is eigenlijk al interessant genoeg. Want ik denk dat je, als er een moment is dat je... Niet, dat je ontdekt dat je niet bij de norm past, dat je dan gaat kijken van, maar wie is er dan wel die op mij lijkt? Wie is er dan wel die mij voor is gegaan? In welke voetsporen stap ik? Op welke schouder stap ik? Dus vanuit zo'n soort idee dacht ik van, ik ga 3 verhalen meenemen. Ik heb hier heel veel verhalen, maar dat kan allemaal niet. Dit is het eerste verhaal. Dit is een boek, De Bredase Heldinnen. En ik heb het opgeschreven, want anders dan gaat het veel langer duren dan nodig. Het is 1719 en in Breda is Maria van Antwerpen geboren. Uit een groot gezin, niet zo wel gesteld, dus gaat als tiener werken als dienstmeid. En na het overlijden van haar beide ouders verhuist ze met het gezin mee naar Wageningen, dus ver weg. Maar op een avond, na de kerstviering bij vrienden en familie, is zij te laat thuis bij Wageningen, bij het gezin waar ze werkt. En wordt ze op staande voet ontslagen. Zit je dan alleen in Wageningen, ken je niemand. In de winter. Maar er is een plan. Dit is de zelfgeschreven autobiografie van Maria, dat ga ik later nog... Ze is een plan. Maria schrijft zich in bij het leger, zo kan ze toch nog een baantje hebben. En hoewel ze op dat moment 27 is, neemt ze vanaf dan de identiteit aan van Jan van Ant. Geboren in Arnhem. 16 jaar, schrijft ze op. Dus, we hebben nu Jan. Het soldatenleven van Jan is een succes. Het gaat helemaal goed. Jan ziet er blijkbaar knap uit. Dus er kan lustig op losgeflirt worden met iedereen. En Jan vindt zelfs een vriendin, Johanna. Nou, Johanna en Jan die trouwen. Ze gaan naar Drenthe verhuizen. Jan mag met Johanna in een eigen huisje wonen. En wat naast doen, naast het soldatenleven. Wordt ook kleermaker. Ze passen een beetje op de kinderen van de legerofficiers. Life's good. Nou, hier heb je wat crossdressende dingen uit de 18e eeuw. Dit is een beetje, 18e eeuw is niet zo rijk in plaatjes, misschien. De legerdivisie van Jan wordt verplaatst van Drenthe naar Breda. En dat is wel spannend, want daar kent Jan natuurlijk toch wel wat mensen van de tijd als dienstmeid. En oh nee, Jan wordt herkend als Maria door een familie waar hij als dienstmeid gewerkt heeft. Hij wordt gearresteerd en veroordeeld tot verbanning uit Brabant en Limburg, omdat Jan op schandelijke en verfoeilijke wijze de wereld heeft bedrogen door een zo verregaande en onnatuurlijke verandering. Ondertussen hield Johanna, zijn vrouw, vol dat ze nooit geweten had dat Jan een vrouwenlijf had. Nou, dat laat ik even bij jullie.
En Jan die moest dus weer als Maria gaan leven. Goed, straf uitgezeten, weer leven als Maria uit Brabant weg. Dus Maria verhuist naar Gouda. Daar ontmoet Maria Cornelia. En Cornelia die kent Maria nog en die kent ook dat hele verhaal van als Jan door het leven. En Cornelia is zwanger. En Cornelia denkt, ja, ik zie een mogelijkheid. Ik ben als alleenstaande vrouw, ben ik zwanger. Die haalt Maria over om weer als man te gaan leven. Zij zien elkaar wel zitten, dus zij trouwen. En Maria wordt Machiel. Dus Machiel gaat trouwen met Cornelia. Gaan ergens wonen, krijgen kinderen. Life's good again. Een beetje gecompliceerd, maar eigenlijk niet. En dan denk je, ja, kan het dan daar eindigen? Gewoon gelukkig gestorven, ingeschreven met kind? Nee, ze zijn een keer op stap in Amsterdam. En daar wordt Machiel herkend. Door iemand die hem uit Gouda kent, verdorie. En wordt dus in Gouda berecht. En komt hier, nou, dat in die rechtszaal is natuurlijk van alles opgeschreven. Daarom kan ik dat zo lekker vertellen. En Machiel wordt keer op keer verhoord. Weet je wel, want relatie met een vrouw, iedereen bedrogen. Er zijn ook nog travestiewetten, al die dingen. Dus wordt aangeklaagd wegens zeer grove en hooggaande falsiteiten en het bespotten van de goddelijke en menselijke wetten. Maar zo hield Machiel lang vol, eigenlijk was hij echt een man. Zelfs lichamelijk onderzoek gedaan, uitgevoerd, nou ja, opgelegd door die rechtbank. En daarna zegt Machiel zelf nog, ik ben in natuur een manspersoon, maar uiterlijk een vrouwspersoon. Nou, dat loopt natuurlijk niet goed af voor Machiel, die dan dus weer moet leven als Maria. Wordt verbannen uit Holland en West-Friesland en sterft later in armoede. Dit is het kerkje waar hij waarschijnlijk zonder naam begraven ligt. En ik wil nog twee dingen laten zien daarvan. Het zijn de handtekeningen onder de rechtsdocumenten. Dus Machiel, telkens met Machiel ondertekenen. En pas als laatste, waarschijnlijk na dat lichamelijk onderzoek, om er een soort van, ja, vanaf te zijn, want dit is het laatste ondertekening, als Maria. En iets heel hoopvols. Dit is nu in Breda. Dit is de Bredase heldinne die dus op de muur staat. Maria van Antwerpen, Machiel van Antwerpen, want het was toen een mediasensatie, het meisje van de Breda. Er zijn allemaal liedjes over geschreven en Maria Machiel heeft dus ook in die gevangenisstraffen een eigen autobiografie geschreven. Maar we zijn toch weer een beetje kwijtgeraakt. Dus dit is wat er nu nog bij ons leeft. En naast dit verhaal wat ik jullie vertel. Nou, dat is Maria van Antwerpen, Machiel, Jan. Je mag drie namen onthouden. Dat is er één. Dan heb ik een ander. Ik heb een mini-quiz. Ik weet dat al dit het net veel groter heeft aangepakt. Maar kijk goed naar dit beeld en dan heb ik even wat opgenomen, dat is leuk. De vraag van vandaag is dit een vrouw met een baard of is dit Jezus? Is dit een vrouw met een baard of is dit Jezus? Niet zo'n moeilijke vraag, toch? Even handjes, vrouw met de baard. Oké, dan half en de rest zegt Jezus. Ja, oké. Nou, dan gaan we. Goeie antwoord. Allebei. Zo is het verhaal van Sint Ontkom gekomen. Sint Ontkom werd geboren als prinses. Van haar vader moest ze trouwen, maar zij wilde dat niet. Zij wilde haar leven aan God wijden en non worden. Toen ze God om hulp vroeg, gaf hij haar een grote, volle baard. Nou, toen wilde niemand meer met haar trouwen. Kom heel op. Je hebt dus door heel Europa dit soort beelden. Die dus ergens Jezus met een jurk zijn geweest. En mensen die zijn er dus op een gegeven moment verward over geraakt van, waarom heeft Jezus een jurk aan? Zal het niet een vrouw met een baard zijn geweest? Nou ja, dus, het is een hele... Want er zijn natuurlijk vrouwen met baarden die geen verhaal hadden ook.
Weet je wel, dus er is een soort van samenkomst van verschillende soorten verhalen en verschillende soorten dingen die verklaard moesten worden. En een vrouw met een baard maakt altijd een goede martelaar ook, blijkbaar. Oké. Dan deze krachtpatser. Dit is Violette Morris. Een succesvol atleet, ongeschikt bevonden als boegbeeld voor de vrouwenemancipatie in die tijd en later collaborateur. Als twintiger is Violette ambulancechauffeur voor het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog bij de slag bij Verdun. Violette had de smaak te pakken en ging competitief racen, want dat was eigenlijk best wel heftig toen. Als een soort van rijdende doodskist werd het ook wel genoemd. En was eigenlijk als atleet ook een enorme powerhouse. Violette deed 24 uur races en had een slogan. Alles wat een man doet, kan Violette ook. Violette had de reputatie van een krachtpatser. Met een 35 centimeter bicep, speerwerpen, discuswerpen, voetbal, waterpolo, boksen, wielrennen. Noem maar op. En vanuit dat uniform van de ambulancechauffeurs nam Violette de broek mee. Wat in die tijd officieel verboden was in Frankrijk. Want we zitten in Frankrijk. En pas in 2012 officieel als wet opgeheven, de travestiewet. Ook zo'n wet van Napoleon dus. In 1923 werd Violette nationaal bokskampioen en in 1924 won Violette Olympisch goud voor discuswerpen. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 werd Violette geweigerd door het Olympisch Comité om mee te doen aan de Spelen. Misschien na een incident waar Violette de scheidsrechter sloeg, maar misschien ook omdat Violette weigerde een broek niet meer te dragen. Weet je, de Fédération Française Sport Féminine was natuurlijk bezig met sporten en promoten onder vrouwen, want daar werd je zo gezond van en zo. Maar ja, dit was niet helemaal het rolmodel wat ze voor ogen hadden. Violette klaagde zelfs die Fédération aan, want die waren gewoon verantwoordelijk voor het ruïneren van haar atletische carrière. Ze verloor de zaak en gooide haar leven om en ging auto-onderdelen verkopen. Datzelfde jaar onderging ze een dubbele borstamputatie om beter in alle cockpits van de auto's te passen. Want racen, dat mocht gelukkig nog steeds. Violette verscheen in mannenkleding, had relaties met vrouwen, onder andere met Josephine Baker en filmster Yvonne de Bray. Maar Violette clashte dus enorm met de feministen en de vrouwenbeweging van die tijd. En ja, dat was dus met dat roken en vloeken en pakken dragen en niet hetero zijn, dat was allemaal niet zo'n goede mix. En er was ook nog, ja, er was ook gewoon wat geweld. Ze had op een nacht ruzie op de woonboot en Violette die schoot een man neer. Nou, de man overleed. Maar weet je, je moet het een soort van in context zien, want er is natuurlijk niet dat zij de enige. Nee, maar goed, Violette die ligt dus niet helemaal lekker bij de mensen met wie ze eigenlijk die sportcarrière wil. En het lijkt alsof zij steeds meer verbittert, omdat ze dus afgewezen wordt door die sportwereld. In 1936 wordt ze, en daar wordt vanuit Nazi-Duitsland gretig gebruik van gemaakt, want in 1936 wordt ze uitgenodigd door Adolf Hitler als eregast op de Olympische Spelen daar. En na de Duitse bezetting van Frankrijk wordt Violette ingelijfd als Nazi-collaborateur. Violette zorgt met kennis van auto's voor reparaties, brandstof en vervoer voor de hooggeplaatste nazi's en Vichy-bestuurders. Violette overleeft de oorlog niet. Ze rijdt in 1944 in een hinderlaag. Nou, dit is nog met High Society. In de vertelling na afloop is vaak teruggekomen dat Violette een genadeloze folteraar was, maar altijd zonder bewijs. En recentere researchers die denken dat Violette ook een gemakkelijke zondebok was. De geperverteerde, verbitterde niet-vrouw. En wat ik zo interessant aan het verhaal van Violette vind, is dat het verhaal vaak wordt verteld als een lesbisch verhaal. En hoewel de liefde inderdaad niet hetero is, zie ik dit verhaal ook heel erg door mijn translens. Iemand die een dubbele mastectomie ondergaat, alleen maar pakken draagt, ruzie schopt bij de vrouwenbeweging,
Ik bedoel, mogen het duidelijk zijn dat de vrouwen heel veel ruimte nodig hadden op dat moment en dat niet kregen. Maar Violet is duidelijk iemand die zich presenteert met alles wat een man doet, kan Violet ook. En misschien is het niet zo interessant om te kijken welk label uit onze tijd past bij een leven dat al geweest is. Maar voor het zien van het kader van onze wortels is er wel een andere les te trekken. Dat er niet één claim te leggen is op de geschiedenis. Dat de verschillende emancipatiestrijden die tegelijk gevoerd worden elkaar op een hele lelijke manier in de weg kunnen zitten. Dat is iets waar we volgens mij nog steeds alert op moeten zijn. En natuurlijk dat je, als je autocureur, speerwerper, discuswerper of bokser of profvoetballer wil worden, dat je dat gewoon moet gaan doen. Zeker als daar je talenten liggen. Want ja, wie weet word je wel oorlogsmisdadiger. Oh nee. Dank jullie wel.